In deze video staat de doelverdediger centraal. Het verwerken van de voorzet en het hervatten van het spel gaan we trainen. Als slot gebruiken we keeper Courtois van Atletico Madrid en de Belgische nationale ploeg. Er zijn twee mogelijkheden, de voorzet bij de eerste paal of de voorzet bij de tweede paal. De voorzet bij de eerste paal wordt vaak laag gegeven, de voorzet bij de tweede paal wordt vaak hoog gegeven. Belangrijk is bij een uitdraaiende bal dat de doelverdediger 1,5 meter voor de lijn staat. Dat hij open staat, dat wil zeggen met zijn gezicht richting bal en tegenstander, maar ook richting zijn verdedigers. Wanneer de bal aan de zijlijn is, staat hij verder bij de tweede paal op ongeveer 2/3 in het doel. Bij de tweede paal start de keeper ook op 2/3 van het doel. Wanneer hij uitkomt en afzet en omhoog gaat, belangrijk om de buitenste knie omhoog te trekken om daarmee het lichaam te beschermen van de doelverdediger. Wil jij de beste worden van je team? Ga naar voetbalomgeving.nl en train jezelf. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Intersport. Sport to the people.